Peter Kveet Pumke, Hans ter Voort, presentator. Jullie zijn samengekomen voor het muziekweekend op de Parade, Peter. Ja, niet overigens georganiseerd door Stadsherbergen Pumke, maar door de stichting Promotie Evenementen Parade. Een stichting waarin alle horecaondernemers op de parade verenigd zijn. En ja, die doen zo af en toe bij verschillende evenementen de horeca op de parade. En wij hebben gemeend om nu een mooi feestje te moeten organiseren voor de Bosse bevolking. Ter gelegenheid van het feit dat de parade vorig jaar in gebruik genomen is. Ja, want het was niet echt een feest, niet echt een feestelijke opening. Nee, het was een schril contrast met de opening van de markt. En ik vind, ja, als je dan toch roept dat de parade het mooiste plein in de stad is, dan moet het ook de mooiste opening krijgen. En dan is 40 mensen met een bakje koffie en een chocolaatje wel heel erg marginaal. 1 en 2 juni is het zover, is het aankomend weekend met een mooi programma. Ja, wij vinden zelf van wel, voor ieder wat wils. Zaterdagmiddag hebben we een viertal fanfares en harmonieën. Kikvorsen, Ortus Harmonie, Amantius en Oude Post, die ook hun 90 jaar bestaan vieren die dag. En die sluiten hun feestdag hier af. Dan hebben we s'avonds een promenadeconcert van de Koninklijke Harmonie met Checkpoint Charlie, 11-mansformatie. Het belooft een geweldig spektakel te worden. En dan zondagmiddag beginnen we eerst met 3 Back to the 60s bandjes en een zangeres. Ja, History zat er ook bij, hè? De Beatle Revival. Ja, de Beatle Revival en een bandje uit Den Haag, de Black Albino's. Dus ja, dat belooft heel mooi te worden. En dan aansluitend doen we het evenement Den Bosch Zingt. Dat is iets anders van opzet als dat we het altijd gedaan hebben. Maar daar kan Hans alles over vertellen. Ja, Hans, die naam Black Albino zou jij verzonnen hebben kunnen hebben. Toch? Er zit een hele mooie tegenstrijdigheid in, ja. Prachtig. Ja. Hey Hans, jij doet de presentatie op 1 van de 2 dagen, niet op allebei de dagen. Want je bent een stukje met je geloof bezig. Nou, ik ben al vaker van mijn geloof gevallen, dus daar zullen we maar niet over beginnen. Nee, ik doe de presentatie op de zondag. Oké, okay. Wat gaat er die zondag dan precies gebeuren wat Peter niet kon onthullen? Nou, in zoverre, we hebben het een keer of 3, 4? 3 keer op de parade hebben we het festival Den Bosch Zingt gehad. Is natuurlijk iets wat uit Antwerpen is overgewaaid. Enorm leuk iets, je zet een podium neer. Je zet een koor neer. Iedereen krijgt een krantje in zijn hand. En we gaan gezellig liedjes zingen. Die van tevoren wel geprogrammeerd zijn. En Den Bosch is daar redelijk aangeslagen. Zat een beetje tegen met het weer. Maar dit jaar een iets andere opzet. Vorig jaar is het niet gelukt. Dit jaar kreeg de organisatie het wederom niet voor elkaar. Dus Peter vroeg, kun jij daar niet iets mee? Toen had ik zoiets van, het is een leuk idee. Alleen, het was niet altijd even goed weer. Maar desalniettemin was het toch een groot succes. Dit jaar gaan we het iets anders doen. Die paar keer dat ik me wezen kijken, miste ik een soort blikvanger. Ik denk, je staat naar een koor te kijken, naar een Belg die staat te dirigeren. Dat moet ook anders kunnen. Dus dit jaar hebben we gekozen voor de opzet. We maken gebruik van muziekbanden. En we laten mensen die normaal gesproken niet op een podium staan te zingen, maar wel bekend zijn, die laten we zingen bekende bossenaren, zoals bijvoorbeeld Bart Eigenman, Rijn de Laat, directeur VVV, Roger Schouten, onze peer van de Muggenheuvel. Dus die zijn enorm hard aan het repeteren en we gaan donderdagavond nog even verder met repeteren. En dan gaan we kijken wat ze ervan gaan braaien, om maar een mooi boswoord te gebruiken. Het is wel leuk dat je het zegt, want in de pers hebben we wel Rijn voorbij zien komen, VVV, maar die andere naam, dat is nieuw. Ja, maar je moet ook niet alles weggeven. Er zijn er een stuk of 11, 12. Nog een gewaardeerde collega van jullie, Jan Willem van der Akker, gaat ook een liedje zingen bijvoorbeeld. En dat kan niet goed. Die kan het inderdaad. Maar we hebben ook mensen die wel bekend zijn in Oeteldonk. Bijvoorbeeld Ad Simons gaat De Vlieger van Hazen zingen. En Bert Schoot van de Mafkikkers die gaat Het Kleine Café aan de Haven zingen. Dus zo zie je die mensen ook eens op een andere manier. En de minister van PPC die gaat ook zingen, hè? Renske. Gaat ze zingen, ja. Ja, die zingt samen met Roland Schenk ook een liedje. Dus het is heel apart. En ik denk dat het heel leuk wordt. De liedjes waar we over praten, zijn het nou echt die oude gezellige Nederlandstalige evergreens? Of komt er ook een buitenlandstalig deuntje? Ja, uiteraard. Het is heel moeilijk om een programma te maken. Want ja, ik ben tenslotte geen DJ. Dus ik heb op een gegeven moment maar bedacht van, dit is misschien leuk, dat is misschien leuk. Laten we het alles bij elkaar vegen. En ik heb er een paar mensen naar laten kijken. En die hadden zoiets van, nou, het is in ieder geval een mooi programma. Maar er zitten wel degelijk wat buitenlandse dingen in, uiteraard. Ja, maar dus je hebt echt het krantje nodig of kennen we ze allemaal uit ons hoofd? Nou, de Die Hard. Noem er eens een paar. Dat is een hele goede. Noem er eens een paar. Alice van En de Vlieger. Smokey inderdaad. Living Next Door to Alice. Maar ook The Turtles, Happy Together. Het zijn wel nummers waarvan je denkt, als je die hoort, oh ja, dat is leuk, dat is waar. Die ken ik nog. Dus je hebt het krantje nodig, maar de nummers ken je in ieder geval, hoor. Nou,
Zeker, zeker als de horeca op de parade druk hebben gebruikt, dan gaat mijn zingen vanzelf. Waarschijnlijk wel. Nou, we zorgen in ieder geval dat er hier op het plein ook wat te drinken te krijgen is. Er komt een heel mooi podium, net zo groot als met Koninginnedag, bijna 100 vierkante meter. Met professioneel licht en geluid, dus ja, wat dat betreft belooft het iets moois te worden. Jullie steken wel jullie nek uit met die stichting PEP, hè? Ja, maar goed, daar is de stichting ook een beetje voor opgezet. Kijk, je kunt als je zo'n stichting hebt twee dingen doen. Onderling het geld verdelen, maar gelukkig hebben we allemaal hier goede bedrijven. Dus die hebben daar niet echt nodig. En we doen er dus dingen mee, laat ik maar zeggen, ten algemene nut. We hebben anderhalf jaar geleden de parasols, zoals je die hier achter ziet staan, neergezet. We hebben vorig jaar een donatie gedaan aan de kerststal. We zijn lid van de stichting Steunberen. En ja, zo ondersteunen we wel meer evenementen, zodat er toch voldoende sponsorgelden binnenkomen voor die mensen die het organiseren, zodat die evenementen ook allemaal door kunnen gaan. Want er komt tegenwoordig heel veel geld bij kijken. En het evenement waar we over praten is kosteloos, hè? Daar kunnen de mensen gewoon naartoe komen. De toegang is gratis, dus nee, we willen het wel aanbieden aan de bosbevolking en niet nog eens een keer extra entree gaan heffen. Nee, maar niet eigen drankjes meenemen, toch? Nee, ja goed, daar hou je niet tegen, maar we zullen er niks van zeggen, maar we verkopen het hier gewoon. Zo is het. Wat is nou beter, het water wat hier uit die kraan komt of bij jullie op het terras? Ik denk bij ons op het terras, maar daar verschillen de geleerden over van mening. Dus, er was een directeur vorig jaar van het waterleidingbedrijf die vond dat zijn water beter was. Maar ja, die had een onderzoek wat gesponsord was door zijn collega's, denk ik, en die hadden een andere conclusie. Ja. Maar ik denk dat het alle twee goed drinkbaar is. Ik denk het ook. Ja. Hans, hoe laat begint het? De middag zelf begint om 2 uur volgens mij. Twee uur, maar Den Bosch zingt, begint half vijf uur. Zoiets al, dus maar een beetje kijken hoe het loopt. Hè. Hey, maar is het niks voor jou om volgend jaar mee te gaan zingen? Ja, ik wel, maar ik ben niet gevraagd. Nee, we willen het eerste jaar willen we gewoon kijken. Het publiek trekken en veel publiek. Een tijdje volhouden. Want anders dan schiet het niet op. Maar als het nou toch een succes wordt, dan kan jij volgend jaar... Altijd een boom kijken. Nee, maar ik vind wat er nou laatst ook was, dat coveren moeten durven, vind ik ook briljant. Ja, is natuurlijk wel een beetje wat de Kleinkeiner al deed en de Bosse Elvis ook al deed. Dat komt natuurlijk een beetje op hetzelfde neer. Ja, ja. Maar het is hartstikke leuk om zo'n evenement te zien groeien en groter. Ja, het is leuk. Nou, wij zijn erbij, 1 en 2 juni. Ik ga kijken, ik vind het leuk, ga meezingen, schreeuwen vanuit een mooi puntje aan de bar dit eerste jaar. En als er nog mensen zijn die zich aan willen melden voor het koor, dan kan dat nog. We hebben voor zondag nog wel, kunnen we wel een paar koorleden gebruiken. En dat kan via de website van Pumke, dus die kan iedereen zo opzoeken. www.hetpumke.nl en dan kom je vanzelf op de website en dan vanzelf, kan je aanmelden. Bedankt en tot volgend weekend. Ja, gezellig.